Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 3 januari. Oh mijn god, voel ik me slecht. Jullie gaan het niet geloven, maar ik ben gewoon 3 dagen weer ziek geweest. Ik denk dat mijn weerstand gewoon niet zo heel erg goed is. Maar ik heb vandaag een middagdutje gedaan. Ik heb olie in mijn oren gesmeerd. Dat was mijn oren. Ik heb keelsnoepjes, neusspray, gewoon alles. Dus we hebben zelfs zo'n speciaal thee voor mij gemaakt met gember, citroen, honing. Echt super schattig. Ik heb het opgedronken en ik heb net dus geslapen en al mijn zweet was eruit. Het is echt super goed. Dus ik ga nu douchen en dan ga ik gewoon mijn dag starten. Want ik moet eigenlijk best wel veel doen. Dus heb ik mijn make-up gedaan. En ik ga nu de rest van mijn haren doen. Zo, ik voel me echt beter. Alleen slikken gaat nu wel echt moeilijk. Het doet nog wel echt pijn. Zo, en ik ben ready. Wat een verschil met net, jongens. Ik zag er echt zo lijkbleek uit. Ik voelde me echt zo slecht. Ik voel me nog steeds niet optimaal, maar zoveel beter dan vanochtend. Ik ga me snel even omkleden. Mijn katjes zijn buiten. En dan ga ik vertrekken. Ik ga nu even dit pakketje even retour sturen. Waar ik echt al geen zin in heb, maar het moet maar even. Ja, daarna ga ik even door. Zo, ik ga nu even snel iets gezonds eten, zodat ik mijn pijnstress kan slikken. Want ik voel gewoon dat de pijn een beetje terugkomt. Ik ben trouwens vandaag weer in mijn oude polo. Ik ga stuk. En ze heeft mijn auto gepakt om naar Amsterdam te rijden. Warmerveer. Want zijn vriend gaat vandaag trouwen. Tenminste bij de gemeente. Dus niet echt een bruiloft, maar gewoon bij de gemeente. En ik wil eigenlijk heel graag mee, maar jullie zagen hoe ik eruit zag in de ochtend. Dus ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje jammer. Maar maakt niet uit. Ik ga nu even snel eten. Trouwens, nadat ik heb gegeten ga ik heel snel naar de Primark. Want ik moet even een koffer halen. Om als handbagage mee te nemen. Want ik heb jullie nog niet verteld. Maar wij gaan dus morgen naar Londen. En ik heb er echt zoveel zin in. Wij wisten gewoon echt niet waar we heen moesten gaan. We hadden graag even een korte citytrip doen. Want Leslie is een paar dagen vrij. En dat komt niet zo vaak voor. Dus ja, zodoende. En ja, we zaten elke keer te twijfelen tussen 6 landen. Bla bla bla. En toen zei ik uiteindelijk tegen Leslie van ja, weet je. Boek jij maar gewoon iets. Maakt me niet uit wat. Boek gewoon iets. En ja, hou het gewoon als een verrassing voor mij. En dat we dan op Schiphol zeggen waar we naartoe gaan. Het leek me echt heel erg leuk om te doen. Maar hij had zich dus gisteren versproken. En toen werd ik echt heel erg boos. Omdat ik zoveel zin had in een verrassing, zeg maar, op Schiphol. Maar hij had zich dus versproken. Want we hadden het erover van... Ja, we zouden dus een keer willen vloggen in het Arabisch. En toen zei ik dat we zeiden, ja, dat kunnen we in Londen doen. Toen dacht ik, dus we hebben afgesproken om eind van deze maand weer weg te gaan. Waarschijnlijk gaan we dan wel met vrienden. En dan mag Leslie weer gaan boeken. En ik hoop dat hij dan zichzelf niet verspreekt. Ik heb er zin in. Het is nog niet, het is 4:30 en het is al zo donker. Sorry, ik wil weer iets zeggen waardoor jullie... dood aan mij gaan irriteren, maar ik vind deze haarkleur zo mooi. Dus guys, ik heb mijn nieuwe oorbellen in en ik vind ze echt zo cute. Ze zijn wel iets zwaarder dan ik had verwacht, maar ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb trouwens ook een nieuwe ketting om, deze, maar die vind ik echt veel minder, want ik heb die besteld via een website. En op de website zag het er echt heel erg mooi uit. Mooi goud. En ik dacht dat hij ook een stuk groter was en zwaarder. Maar het is echt een heel licht materiaal. En de kleur goud vind ik eigenlijk helemaal niet zo mooi. Het is niet mijn smaak. Dus ja, mensen denken dat ik hier nu ga uitrijden. Maar ik ga me uitstappen zodat ze weten dat ik hier net ben. Ik zit inmiddels met een laplaat. Ik snap echt niet waarom het zo druk is. Je zou denken kerst is voorbij, oude nieuws voorbij. Dus minder druk in de stad. Maar het is echt super druk. Ik ben in Laplace en ik heb een salade besteld. En de vorige keer had ik mijn salade niet op, dus ik heb nu de kleinere variant ervan. Een lekkere cappuccino. Ik heb echt een smoothie, maar ik heb nog geen koffie gedronken, dus daar ga ik mee starten. En bij de Laplace dan, dus ik zal nooit vragen dat ik het rondje krijg gewoon kraanwater gratis. En daar ga ik dus met mijn pijnstress mee
kijken. En dan zie ik je straks trouwens tegenwoordig bij de Alexandrium. Heb je, ik weet niet of jullie dat zien hier, Ekmekje. Dat is dus een Turks ja, lunchplekje. Lekker, echt super lekker eten. Okay, Zara gaat over een kwartiertje sluiten. Dus ik ga gewoon heel snel langs Zara. Oh mijn god, hoe stoer is deze jas? Even serieus. Mij is ook nog in een sale. Originele prijs is €99. En dat is nu €30 korting. Dus ook al staat het er niet op. Ik heb het even nagevraagd aan de medewerker. Maar ik hoop dat die past, want dit is een S. Oké, ik heb hem nu aan. Maar aan de ene kant denk ik zo, hij is echt top. Aan de andere kant denk ik, what the fuck is dit? Het is wel echt perfect voor een citytrip naar Londen. Maakt me wel echt super dik, maar maakt niet. Oké, ik heb net deze dus gebeld. Om te vragen wat hij van deze jas vindt. En hij vindt hem echt wel erg tof. Ik had het echt helemaal niet verwacht. Maar ik ga hem dus gewoon halen. Als mijn man hem tof vindt, dan ga ik hem gewoon halen. Dit jasje vind ik ook echt zo vet. Echt zo mooi. Maar ik vind hem nog iets te duur. Hij is nog €40,95. Dat vind ik het niet echt waard, want ik zou hem niet zo vaak dragen, maar ik vind het echt zo stoer. Dus tof, is het echt ook veel mooier. Inmiddels is het echt donker. Ik heb lekker geshopt voor Londen. Ik wil gewoon nog een paar nieuwe dingetjes van Londen, toch? Jongens, ik voel me echt zo bizar slecht. En echt, vanuit alle dagen ben ik vandaag gewoon het meest herkend. En ik vind het echt heel erg schattig, want meiden komen echt praatjes met me maken en zo. Ik vond het echt zo schattig. En ik hoop niet dat ik echt een beetje soms droog overkwam, maar ik heb echt keelpijn. En ik forceerde mezelf gewoon echt om te praten, net zoals ik nu eigenlijk ook doe. Maar het doet echt pijn, man. Weet je wat ik echt heel erg leuk vond? Ik was bij de Zara. Toen kwam er een vrouw met haar dochter naar mij toe. En ja, die volgt mij. Dus ze zegt, ja, mijn dochter volgt jou niet, maar ik volg jou. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik merk ook gewoon dat heel veel... heel veel 30-plussers mij ook volgen. Dat vind ik echt heel erg tof. Ik vind het top, joh. Ik vind het sowieso echt heel erg leuk dat mijn doelgroep heel erg divers is. Dat merk ik heel erg. En het wordt ook steeds diverser of zo. Ik weet niet. Guys, ik loop net de Primark uit met mijn koffer. Dus ik ben hartstikke geslaagd. Maar deze koffer zit ook helemaal vol. Met allemaal prut dat ik eigenlijk nodig heb. Maar dat is standaard als je naar de Primark gaat. Daarom ga ik er echt bijna nooit meer heen. Want ik koop alleen maar shit die ik nodig heb. En ik één keer draag. Even snel voor mezelf even groente snijden. En een beetje bakken en een beetje groente eten. En dat is het eigenlijk ook. Nessie zit de hele tijd zo in huis. Want hij heeft een nieuwe camera. Tenminste, wij hebben een nieuwe camera. Look at the quality, bitches. Het is echt lelijk. Hij heeft een nieuwe camera. Nou ja. Wij hebben een nieuwe camera gekocht. Vandaag gingen we dus foto's maken op straat. Die foto's waren echt gruwelijk gelukt. Ik ben echt blij met die camera. En het komt ons nu ook echt goed uit voor in Londen. Ik hoop dat je daar echt mooie foto's van me gaat maken. Ik hoop ook jij van mij. Ik hoop ook iemand van ons. Ja, dat is ook wel leuk. Ik moet even aan mensen vragen of ze foto's van ons willen maken. Ja. Aangezien ze een soort van bijna gelijk goed zijn, dan kunnen ze gewoon makkelijk maken. Ja, ik hoop het. Oké, dit is leuk. Goed gevonden weer. Is die mix er toch nog ergens goed voor? Oh, weer. Oh, we are going to London. London. Landy, Landy, Landy. Ik ben ziek. Ben ziek, ben ziek. We zijn in London. London. Oh, ik zie er echt helemaal niet uit. Oh, ik moet nog een koffer inpakken. Heb je al koffer ingepakt? Nee, natuurlijk niet. Let's go to the koffer inpakken. Ik moet straks nog de koffer inpakken. Maar eerst moeten wij de katten brengen naar Honnie, hè? We moeten even spulletjes pakken van de katten, voer, kattenbak, alles. En dan naar Honnie toe, want Dinar en Lira gaan dus 2 dagen naar Honnie, gasten. Ik ga trouwens ook misschien een vlog maken, dus hou me in de gaten. Met je nieuwe camera? Ja, bitch. Nou, ik ga nu even mijn portie groente naar binnen werken. Wat zeg je? Ik heb groente ga eten, potje mori. Oh, dit is de Mirjam vlog. Over groente en eten. We zijn nu samen de koffers aan het inpakken en ik besef nu pas hoe klein een handbagage is. Hier past toch helemaal niks in, jongen. Oh mijn god. Nou, gelukkig wil Dina lekker mee in mijn koffer. Oh, wat lekker ben jij. Oh, wat lekker ben jij.
Oh, wat lekker ben je. Oh, wat, oh, ben je boos? Ben je boos? Je gaat zo weg, hè? Ik ga jou missen. Ik ga jou missen. Kijk eens met wie ik hier ben. Hi, baby. En Lira is daarachter. Zo zielig. Zo zielig. Ja. En ik moet haar echt even vasthouden. Hi, baby. Lira is het gewend in de auto, maar Dina echt totaal niet. En we gaan hun nu dus wegbrengen naar de Honey. Dan blijven ze gewoon even een weekendje. En dan komen wij ook weer heel snel terug. Nou, zoals jullie zien heb ik inmiddels mijn sportoutfit aan. Ik ga even snel mijn sokken aandoen en mijn schoenen. En dan ga ik nog even een late gym sessie nemen. Het is nu 10:55 en ik ga nu met Nessie. Ik heb even een paar vlogs uitgekozen om te kijken terwijl ik aan het fietsen ben. Want ik ga vooral cardio doen. Ik merk dat mijn lichaam daar heel goed op reageert. Niet per se qua om af te vallen, ook dat natuurlijk. Maar gewoon, mijn lichaam heeft gewoon echt beweging nodig, merk ik. En ja, een tijdje geleden had ik dus last van onrustige, constant vermoeiende benen. En ik heb gisteren nacht een half uurtje gefietst en dat was al veel minder. En ik eet nu gewoon veel meer dingen waar magnesium in zit. Dus ik merk gelijk dat het helpt. Dus ja, dat is wat ik nu ga doen. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Als ik van het gym terugkom, ga ik gelijk deze vlog editen. Zodat jullie gewoon vlogs hebben terwijl ik in Londen ben. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Ook al heb ik echt heel veel lopen zeiken over hoe slecht ik mij wel niet voel. En dan zie ik jullie eigenlijk gewoon morgen weer. Doei doeg!